Yes. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij het historische café van mei. We hebben een bijzondere spreker vanmiddag die ik zal hem straks introduceren. Eerst even het programma voor de rest van dit seizoen. Want we zijn natuurlijk volop bezig met Utrecht 900 jaar. Het is u vast niet ontgaan. Op 2 juni is Utrecht 900 jaar stad. En tot en met november gaan we daar zoveel mogelijk aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld 25 mei, dan hebben we een lezing in het Bartholomeus Gasthuis over trein van Leenput. Daar komt een stadsopera op 12, 18 en 19 juni in Tivoli-Vredenburg. En een van de organisatoren, Otto Nelemans, die gaat daar in een lezing meer historische achtergronden over die stadsopera vertellen. U kunt daarvoor op dit moment al een kaartje kopen via onze website. En die zijn €5. Verder, komende maand op 12 juni, dan hebben we een heel bijzonder historisch café. Want dat is een iets ander historisch café dan gebruikelijk. Want we richten ons dan op de kinderen. Er komt namelijk ter gelegenheid van Utrecht 900 jaar een Utrechts kinderboek, waar kinderen leren over de geschiedenis van de stad. En de publiekspresentatie van het kinderboek, dat vindt plaats hier in deze zaal op vrijdag 12 juni. Leen Dorsman, een hoogleraar geschiedenis hier in Utrecht, die gaat daar ook over vertellen waarom kinderen 10 juni, ja tuurlijk. Dankjewel Willemijn. Ja, 10 juni. Ik heb hier 12 staan. Ik weet ook niet waarom. Maar op 10 juni inderdaad, dan komt onder andere Leen Dorsman het kort vertellen over het belang van geschiedenis voor kinderen. En daarnaast zullen ook twee schrijvers van het boek, Koos Meinderts en Matthijs Meinderts, die zullen ook een verhaal voordragen en ook iets vertellen over hoe je zo'n kinderboek samenstelt. En tot slot, we sluiten dit seizoen af met een extra lezing op 29 juni. Dat klopt wel, hè Willemijn? 29ste? Oh, je weet het al niet meer. Nee. Maar 29 juni, dat is een woensdagavond. En dan hebben we het ook over 900 jaar stad. Maar dan richten we ons op migratie. 900 jaar migratie, vluchten en Utrecht. En dat wordt gegeven door hoogleraar economische en sociale geschiedenis Marlou Schrover. En ja, dat heeft misschien ook wel een klein bruggetje met de spreker van vanmiddag. Want ja, als je het hebt over migratie, dan zijn muren uit de stad die zijn geslecht. Terwijl bij de vorige tentoonstelling van de spreker, dat ging over de ommuurde stad. Oftewel, dat was toch net iets anders volgens mij, René. Ja, je hoort het al, René de Kam komt. Hij heeft hier volgens mij in Utrecht ook geschiedenis gestudeerd. Ja, en sinds 2001 werkte hij eerst bij de afdeling Erfgoed van Utrecht. Sinds 2018 is hij conservator stadsgeschiedenis in het Centraal Museum. Hij heeft ook boeken geschreven, onder andere meegewerkt aan dat grote boek over de Domtoren. En ook dat boekje Utrecht in Vogelvlucht, bijvoorbeeld. En zijn laatste boek, dat ging ook over de vorige tentoonstelling in het Centraal Museum. Ik noemde het net, De Ommuurde Stad. Vanaf 2 juni, de Stadsdag, dan komt er in het Centraal Museum een nieuwe tentoonstelling. En u ziet hier de poster over die tentoonstelling. Zit u hier achter de gezonde stad. En René de Kam die gaat hier nu alvast een voorproefje geven van die tentoonstelling. Ik geef graag een applaus voor René de Kam. Dank u wel. Kunt u mij zo horen? Ja. Mooi zaaltje hier, ik was er nog niet geweest, maar het is heel leuk. Lijkt wel een theater gewoon. Ik heb nog les gehad van Leen Dorsman. Historiografie, daar struikelde bijna elke historicus over. Dat gaf Leen Dorsman. Dat deed hij heel goed, het lag niet aan hem. Maar het is toch altijd wel weer leuk als ik dan Leen weer zie. Net als Maarten van Rossum, die mocht toen nog sigaretjes roken tijdens college, hing die zo uit de collegezaal. En dan zat hij zo, en dan zei hij, ach dat burgermannetje met zijn marsreepje. En ondertussen hing die dan zelf verslaafd als een junk buiten dat. Maar dat is geheim. Maar over gezonde stad gesproken is dat eigenlijk best wel interessant.
Ja, nou. Ja, dank u wel. Leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. De gezonde stad. We zijn ontzettend druk bezig met bouwen op dit moment. Komen net vandaan. Er wordt ontzettend hard geschilderd. Alleen verf is heel duur op het moment. Dus we zijn al 5000 boven het budget. Maar hopelijk kunnen we dat op andere plekken weer terugbrengen. Over goede twee weken zijn we open. Ja, over 2 weken zijn we open. Ontzettend spannend vind ik het. En nou ja, ik hoop dat jullie komen kijken natuurlijk. Dat jullie niet wegjagen met dit praatje vandaag. Ik ben inderdaad sinds 2018 conservator stadsgeschiedenis. Ben Renger de Bruin opgevolgd toen. En werk nog 1 dag in de week bij Erfgoed. Waar ik nog altijd mee verbonden ben. Maar ik ben natuurlijk meestal van de tijd in het Centraal Museum. En eigenlijk in de afgelopen jaren al bij meerdere tentoonstellingen betrokken geweest. Inderdaad ook over de Domtoren, waar we dat boek voor hadden gemaakt. Toen was ik gastconservator. Bij Droom in Beton was ik 1 van de 3 conservatoren. Toen was mijn collega Nathalie Dubois van Design was de eindverantwoordelijke. En mijn eerste grote eigen tentoonstelling als conservator was de Ommuurde Stad. Dat was helaas door corona maar voor de helft van de tijd te zien. Dat was wel een beetje frustrerend. Maar was wel heel erg leuk. Een interessant onderwerp waar ik al heel lang mee bezig was. En het ging natuurlijk over de zoektocht naar veiligheid. Hoe verdedig je je eigen stad? In sommige opzichten natuurlijk weer super actueel eigenlijk. En ging dan ook over de veranderende wapenwetloop, de veranderende wapenvoering. En het ging vooral over hoe ziet zo'n stad er dan inderdaad aan de buitenkant uit? De muren, de veranderende muren. De stad eigenlijk bijna als een soort gepantserde eenheid. En samen met de vrije verdongen, de vormgevers, hebben we die tentoonstelling toen gebouwd. Met allerlei prachtige bruiklenen. Ik vond dit eiland zelf een van de hoogtepunten in de tentoonstelling. Kanon wat je zo recht aankeek. Met losstaande kogeltjes van Vredenburg hadden we daar van erfgoed. En ik dacht, nou, als je dat midden op dat eiland legt, dan is dat wel safe. Not, is toch eentje gejat. Maar met die tentoonstelling keken we natuurlijk eigenlijk al uit naar waar Joost het ook al over had, naar 900 jaar Utrecht. Dus de stadsverdediging van Utrecht gaat natuurlijk terug naar 1122. En eigenlijk was al vanaf het allereerste begin het idee, toen ik daar in 2018 kwam, dat hebben we bij de sollicitatiegesprekken al besproken, bij wijze van spreken, om een tweeluik te maken. Eerst de ommuurde stad voor 900 jaar Utrecht. En daar gaat het natuurlijk heel erg over, dat stadsrecht en de gevolgen daarvan. Maar wij keken toen al uit, samen met Bart Rutte, de directeur, naar 2 juni, als we een groot feest gaan vieren. En we wilden dan ook dubbel uitpakken met deel 2, de gezonde stad. Nog nooit had iemand van corona gehoord. Het lijkt natuurlijk alsof we het daar ook hebben bedacht, maar dat is echt niet zo. Dus we hadden eerst de gezonde stad en dan dachten we, of de ommuurde stad, en als tweede deel de gezonde stad. En die tentoonstelling zijn we nu dus heel druk aan het bouwen. In de vormgeving zitten weer allerlei prachtige lijnen en verhalen. De veranderende stad zit in de silhouetten op de muren. De vitrines zijn alweer gebouwd. Of er wordt nog heel hard aan gewerkt. En ik vind echt dat we hebben een team van de technische dienst. En er wordt altijd een soort schil van ZZP'ers ingehuurd. Dus er weer een tentoonstelling moet worden gebouwd. En er zijn ook wel tentoonstellingbouwers bij, bedrijfjes. Maar ik vind het echt fantastisch altijd om te zien hoe dat dan weer uiteindelijk, wat je met elkaar hebt bedacht, in de praktijk dan wordt uitgewerkt. En al die mensen doen dat met zoveel liefde. Dat is echt ongelooflijk. De gezonde stad heb ik opnieuw met de Vrije Verdongen gemaakt. Ik vind het hele prettige vormgevers. Ze luisteren heel goed. Het zijn niet van die satellietjes vormgevers die ergens daar hun vormgeving ideeën. Nee, ik vind het inhoudelijke verhaal wordt altijd heel mooi geïntegreerd. Daar kunnen we altijd ontzettend lang over praten en filosoferen. En daarom dacht ik sowieso, na dat gedoe met corona is het natuurlijk superleuk om een tweede kans te krijgen. Wij begroten dit soort tentoonstellingen op 30.000, 40.000 mensen. En bij de ommuurde stad zijn er uiteindelijk maar 16.000 geweest. Wat nog niet eens zo slecht was voor corona en de tijdsloten en de helft van de tijd dicht. Maar ik hoop nu dat het gewoon weer uitmate veel mensen komen kijken. En dus samen met de vormgevers en het hele team van het Centraal Museum waarmee we dit maken,
hopen we natuurlijk dat het weer storm gaat lopen. De gezonde stad gaat over het gezond stedelijk leven in de stad Utrecht. Dus we hebben het eerst over die muren, de buitenkant, het verdedigen, jezelf zoeken naar veiligheid. En nu gaan we het hebben over het leven in de stad. En als je dat, althans heb ik om me heen, aan veel mensen vraag en vertel van God, wat denk je, hoe ziet die gezonde stad eruit? Dan krijg je vaak dit soort denkbeelden van, dit is dan wel John Cleese natuurlijk, maar kijk naar andere films als The Game of Thrones, noem maar op. Mensen zijn altijd een beetje smerig en vies. Je hoeft niet veel moeite te doen om de geur erbij te ruiken. En het is nog zo, ook zie je ook nog wel eens op schilderijen, zoals deze van Droogsloot. Mensen poepen en piezen overal. Het liefst gooien ze de afval zo de linia direct naar het huis uit. De dood loert overal in een stad in het verleden, met name in de middeleeuwen. Hoe je het ook bent of keert, eigenlijk is het altijd zo dat een stad van vroeger, en zie ik nu het dubbele plaatje nog in laten zitten, het stad van vroeger is altijd veel erger en viezer om in te leven dan de stad van nu. Daar zijn we het met z'n allen over eens. En als je naar de cijfers kijkt, we hebben voor deze tentoonstelling heel veel onderzoek gedaan, heel veel wetenschappers gesproken, heel veel data uitgezocht. Ik heb een paar stagiaires gehad tijdens geschiedenis en die hebben heel veel dingen uitgezocht. En als je naar het verleden kijkt, dan lijkt dat ook eigenlijk gewoon kat in het bakkie. Ik bedoel, de pest heeft vanaf 1350 tot 1666, zeg maar 1670, regelmatig uitgebroken. 30 epidemieën hebben we in de stad gehad. En daar waren cijfers bij van meer soms dan 20% van de bevolking. 1 op 5 van de mensen ging dood. En daarna hebben we nog heel veel andere infectieziektes gehad. En als je dan helemaal naar rechts gaat, ik heb dit met het CBS en met de RIVM proberen allemaal te checken, dan kom je hier uit op COVID. En daar hebben we een sterftecijfer van tussen de 0,2 en de 0, en waarschijnlijk als we geen maatregelen hadden genomen, 4 keer zo erg, 0,8, 1% van de bevolking. Gigantische aantallen. En heel goed dat we nu blijkbaar als samenleving daar zo op kunnen reageren, wat we hier niet hebben kunnen doen. Maar je ziet wel enorme verschillen als het gaat over waar mensen vroeger mee te maken hebben gehad en nu. Nogmaals, met alle respect, want ik ben allesbehalve een wappie, dus ik wil echt wel het serieus nemen. Toch is dit beeld ook weer niet helemaal correct. En daar gaan we het in deze tentoonstelling voor een groot deel over hebben. Afgelopen tijd is er ook ontzettend veel nieuw historisch onderzoek gepubliceerd. Urban Bodies is een belangrijk boek over Engeland, over de volksgezondheid in de middeleeuwse steden. Bij ons, Janna Komans, werkt nu aan de Universiteit Utrecht. Die heeft een proefschrift geschreven over volksgezondheid of urban health in de late middeleeuwen, waarbij ze Gent, Leiden en Deventer als case studies heeft genomen. Maar ze heeft ook veel over Utrecht al gepubliceerd en werkt nu ook aan de Universiteit van Utrecht. En wat ik zelf echt een waanzinnig interessant onderzoek vind, en wat ook bijna echt teruggegaat is geworden van deze tentoonstelling, The Backbone of Europe, dat is een onderzoek, ook bij Cambridge University Press verschenen in 2019, maar dat onderzoek is al langer bezig. Vooral die Richard Steckel is een interessante figuur. En voor dit onderzoek hebben ze ruim 15.000 skeletten onderzocht in Noordwest-Europa, van 300 voor Christus tot en met 1900. En daar komt een heel ander beeld uit dan wat ik u net liet zien met die pest en met die pokkentabel. Namelijk als je kijkt naar de gemiddelde lichaamslengte door de eeuwen heen, een grootte van de mens, gemiddelde grootte van de mens, en u kijkt hier vooral naar de gemiddelde grootte van de man, helaas, want de data was toch zo lastig, waar veel meer een mannelijke skelet gevonden. Maar de gemiddelde lengte van de mens is namelijk in de vroege middeleeuwen relatief veel groter dan in de periode daarna. Sterker nog, de mens rond 1000 is qua grootte, en dan hebben we het ook over gebit en over allerlei andere dingen, dat hebben ze allemaal meegenomen in het onderzoek, ongeveer net zo groot als mensen in West-Europa van ongeveer 1940. Sterker nog, dus als je eigenlijk iemand van 1000, een vroege middeleeuwen van net voordat we de stad hier officieel stad worden,
zijn ongeveer 6,5 centimeter groter dan mensen in 1800, 1850. Dus de mensen waren gemiddeld ook niet alleen kleiner, maar ook veel ongezonder. Dus eigenlijk wat je sowieso wel kan concluderen is dat je niet appels en peren met elkaar mag vergelijken, want die pest die was zo heftig dat je eigenlijk niet zoveel uitmaakte hoe gezond je was. Dus net als wat ik met het dom verhaal heb gezegd, het was niet zozeer de zwakte van die dom, het was de sterkte van de storm waardoor dat schip eruit werd geblazen. En zo moet je dit ook eigenlijk een beetje nuanceren. Dus het zijn twee verschillende dingen. In die tentoonstelling laten we dat ook letterlijk zien, omdat één element in die vormgeving de gemiddelde grootte van de West-Europeaan, Nederlander, Utrechter is. En dat hebben we met deze silhouetten aangegeven. Ze zijn net vandaag geschilderd, zag ik. En we zetten er voortdurend bij hoe groot dan die gemiddelde grootte was. En je zult zien dat dat dus steeds verder afneemt naarmate je in de tijd terugkomt. Dus de mensen in de vroege middeleeuwen waren relatief gezond. Het heeft natuurlijk met allerlei verschillende aspecten te maken. Met voeding, met sociale gelijkheid, ongelijkheid, omgeving, noem maar op. En de mensen in de vroege middeleeuwen, dat hebben we ook bijvoorbeeld bij het onderzoek wat je daarboven ziet, het plaatje in Leidse Rijn gezien, die hadden echt veel gevarieerde voeding. Die hadden zeevis, ze hadden allerlei soorten vlees, we aten allerlei soorten groenten, veel soorten, verschillende soorten graan. Ze hadden echt een divers menu. En ook de rest van de omgeving was blijkbaar dusdanig dat die gemiddeld, moeten we natuurlijk wel zeggen, die gezondheid in die periode dus veel beter was dan in de 17e of 18e eeuw. Daarom beginnen we deze tentoonstelling ook met het jaar 400. Ik dacht, laat die Romeinen er maar even buiten. Bovendien bleek uit het onderzoek dat tijdens de Romeinse periode juist de gezondheid weer wat minder was. Dat had misschien ook wel weer te maken met de Justiniaanse pest, maar ook met bijvoorbeeld veel meer aanwezigheid van slavernij, volgens de schrijvers van dat boek. Maar wij beginnen de stad. Eigenlijk vond ik het wel mooi om deze tentoonstelling niet met die Romeinen te beginnen, maar met de pre-stedelijke periode, die dus relatief gezond was. En alle laatste, zelfs de nederzetting die we vorig jaar hebben gevonden bij de Oudwijk en Dwarsstraat zit er dan in. En dan zie je dat eigenlijk in die vroege middeleeuwen best veel bewoning was. En we hebben ook allerlei verschillende dingen gevonden die verwijzen naar persoonlijke verzorging, kammetjes, oorlepeltjes, pincetjes, baartangetjes, amuletjes. Omdat een van de uitgangspunten voor deze tentoonstelling is eigenlijk, een mens wil nou eenmaal gezond zijn. En dat is al zo oud waarschijnlijk als de mens bestaat. Dus je doet eigenlijk ook, als het even kan, van alles aan je gezondheid, want niemand wil ziek zijn. Dus hebben we bijvoorbeeld ook een waterput in Utrecht gevonden in de vroege middeleeuwen. Om gezond vers water, althans ook voor hun idee, naar boven te halen. Maar wat ik zelf een van de meest moeilijke dingen vond bij deze tentoonstelling. Oké, we gaan het hebben over 1122, de vorming van de stad. Dat hadden we natuurlijk bij de ommuurde stad ook al gedaan. Hoe wordt die stad vormgegeven? Krijgt de 3, 4, 5 dorpjes er binnen, die kerken moeten er binnen. En dan, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Bij de ommuurde stad zijn we bezig geweest met die eerste muur en die eerste torens. En dan, maar je maakt een duidelijk onderscheid tussen de stad, in dit geval ook nog de stadsvrijheid, en het omringende gebied. En dan had je de voorsteetjes en de dorpjes. Maar hoe was nou eigenlijk dat leven dan in die stad? En wat weten we daar nou eigenlijk van? Nou hebben we bij deze tentoonstelling het niet. We hebben eigenlijk Utrecht als een soort uitgangspunt genomen. Als een soort draad, een rode draad. Maar we kijken ook breder. Dat willen we natuurlijk ook graag als Centraal Museum. Omdat we ook hopen, nu mensen weer in de trein mogen, dat ze uit heel Nederland naar onze tentoonstelling komen kijken. Maar ik heb ook heel lang zitten nadenken van, hoe zorg je nou als maker, maar ook straks natuurlijk dat de bezoekers niet zich gaan verliezen in dit onderwerp. Want het is een heel complex, heel breed en heel groot onderwerp.
En dat hebben we eigenlijk gevonden in de gezondheidsleer. We kijken eigenlijk naar de stad, naar de mens, naar de stad in die periodes vanaf 1122 eigenlijk, maar ook een beetje daarvoor natuurlijk, door de bril van de gezondheidsleer. En in het geval van Utrecht, West-Europa, maar in ieder geval Utrecht zeker, kom je uit bij de leer van Galenus. Galenus geeft zijn wortels al in de Griekse oudheid, ook alweer grotendeels gebaseerd op Hippocrates, maar die zal het ook niet van het eerste en het andere hebben. Dus je hebt het eigenlijk over een gezondheidsleer die al ontzettend oud is en die kennis van geneeskunde, die medische kennis, heeft eigenlijk al een enorme reis achter de rug als het hier in Utrecht terechtkomt rond de 11e, 12e eeuw. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi om te laten zien. Dus ik ben naar de UB Utrecht en de UB Leiden geweest om een Grieks werk te vinden, weliswaar een latere kopie, want uit de periode van Galenus is er in Nederland niks te vinden, om vervolgens een Arabisch werk te vinden, want heel veel van die Griekse kennis is via, deels nog wel via Syrië, maar heel veel in de Arabische wereld terechtgekomen en vertaald en daardoor voor een deel ook bewaard gebleven. En dat is uiteindelijk in de 11e, 12e eeuw weer overgezet in het Latijn, maar dit is niet de goede, zie ik nu. En het Latijn en dan uiteindelijk in het Middel-Nederlands terechtgekomen. En uit de UB hebben we het boek der Medicine in Dietje, in Bruikleen onder andere, een boek uit 1290, waarin al heel veel van die kennis van Galenus in het Nederlands wordt verteld. En dan gaat het over medicijnen, maar het gaat ook over wat je wel en niet moet doen, hoe je wat goed voor je is, wat slecht voor je is. En vooral, je moet vooral ook veel goed luisteren naar muziek van de fedel. Want dat is snareninstrumenten worden door Galenus met name, hadden we het net over Dick, al aangekondigd. Dus in dit boek van 1290 staat ook expliciet dat dat muziek goed voor je is. Die leer van Galenus is eigenlijk super interessant en eigenlijk natuurlijk ook weer aan de ene kant ouderwets. Hè? Ik heb heel veel mensen gesproken, dus als ik naar een arts ga van het UMC, dan zeggen ze, ach joh, vroeger konden ze niks, ja, die Galenus. Maar ga ik dan naar iemand anders die er op een andere manier naar kijkt? Ik ben bijvoorbeeld bij Teun Tieleman geweest, die hoogleraar oude geneeskunde en filosofie, die een groot NWO-project over Galenus net aan het afronden is. En vooral ook weer kijkt naar de betekenis van Galenus en die leer van Galenus voor het nu. Dan krijg je weer hele andere verhalen. En dan zie je dat er nog ook heel veel kennis natuurlijk van nog steeds overal is. Maar dat er ook nog heel veel van te leren weer is. Van dingen die wij op een of andere manier ook wel weer een beetje vergeten zijn. De leer van Galenus is in essentie, en het is volgens mij al eerder in een historisch café geweest, gaat het natuurlijk om de vier lichaamssappen. Bloed, gele gal, zwarte gal, slijm. En elk menselijk lichaam is daarvan mee opgebouwd. Iedereen heeft een andere hoeveelheid van die sappen. En die sappen bepalen wat voor karakter je hebt. Je hebt het sanguistische, een beetje opvliegende type. Je hebt het melancholische, die is een beetje depri. En zo heb je de vier punten, vier karakters. We hebben deze uit het Louvre gehaald, niet in het echt, maar die hebben we wel gebruikt. En ik had gisteren bijvoorbeeld nog zo'n training in het Centraal Museum over leiding geven. En dan komt er natuurlijk weer zo iemand met dit model. Misschien kennen jullie het ook wel. Jouw leidinggever die is heel rood, die is heel dominant. En als jij nou zelf blauw bent, nou ja, dat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk één op één gewoon Galenus. Alleen heeft dit Jung bedacht, zogenaamd, of is het linguistisch programmeren? Maar het is natuurlijk allemaal hetzelfde. En als je naar die persoonlijkheden gaat kijken, dan krijg je precies hetzelfde soort eigenschappen. En nu zit dat in goed betaalde cursussen. Wat ik zelf heel mooi vind aan die leer van Galenus, en dat is natuurlijk gaaf als je met zo'n tentoonstelling bezig bent en je denkt, waar gaan we dat nou in godsnaam aan ophangen? Wat ik echt heel erg mooi vind aan die leer van Galenus is dat zoeken naar de balans. Want zoeken naar balans is de essentie eigenlijk van die leer van Galenus. Want als die lichaamssappen niet meer in die precieze verhouding zijn waardoor jij een synquistisch type bent, maar dat verandert om een of andere reden, dan word je ziek. We hebben straks dit prachtige schilderij van de bleekzuchtige dame uit het Rijksmuseum te leen. De dame ziet er echt een beetje ziek uit.
En dat kun je onder andere dus ook zien aan de urine. En in dat boek Medicine in Dietje, wat we hebben uit de UB, wordt het ook uitgebreid uitgelegd wat je allemaal in die urine kan zien. Superbelangrijk. En eigenlijk is het zo dat als je ziek bent, als je sappen niet meer in het juiste evenwicht zijn, dan zijn er 6 dingen waarmee je dat zou kunnen verbeteren. Dat zijn de 6 res non naturalis. En les moet het zijn. En dan, dat is gezonde lucht, goede voeding, beweging en rust, voldoende slaap, afvoer van vuil en geestelijk welzijn. Even in modern Nederlands. En die 6 dingen, kijk, ze waren in die tijd nog niet in staat om iemand goed te kunnen opereren. Ze hadden ook nog niet daar een goede verdoving voor. Dus ze moesten vooral, artsen waren vooral bezig om vanaf buitenaf invloed te hebben op je lichaam. En op die manier ook te kijken naar hoe kunnen we dat nou weer beter in evenwicht brengen. Dat is ook een van die dingen die Teun Tieleman zei, die hoogleraar die met dit project bezig is. Die zei, die arts-patiëntrelatie was natuurlijk super belangrijk. Want je moest enorm goed als arts observeren. Wat heb ik voor type? Hoe zit het met die sappen? Wat zou er uit evenwicht kunnen zijn? En wat moeten we daaraan gaan doen? En ik zeg dat nu heel simpel, maar als je die boeken leest, die zijn echt heel gedetailleerd. En het gaat echt tot op allerlei vlakken is daarover nagedacht hoe je dat dan zou moeten doen. We hebben uit het Rijksmuseum straks dit beeldje. En die staat samen met een balans uit onze eigen collectie uit de 17e eeuw. Eigenlijk zijn het metaforen, 2 symbolen waar we de hele tentoonstelling aan hebben opgebouwd. En dit is Sint Joris met de draak. En Jana Komans die begint haar boek, wat ik net liet zien, met het verhaal dat die Sint Joris met de draak heel vaak werd rondgedragen in steden, in processies, omdat hij vooral ook stond voor het vechten tegen die draak, die ziekteverspreidende draak. En dus Sint Joris was heel belangrijk in het indammen van ziektes. En samen met een balans die we dan straks in de tentoonstelling laten zien, hebben we eigenlijk het eerste deel. Dit stuk is straks het pre-stedelijke deel. Dus hier gaan we het vooral over de vroege middeleeuwen hebben. En daar ga je het straks door een rode césuur, zoals ik dat mooi bij heb geleerd nog bij Leen Dorsman op de universiteit. Een césuur is een overgang naar een andere periode. En kom je dus in de periode waarin de leer van Galenus min of meer geldig is. En dat noemen we in die tentoonstelling zoeken naar balans. Dus die zoektocht naar balans is eigenlijk de essentie waar die hele tentoonstelling aan is opgebouwd. Vervolgens gaan we dat dan in die periode, 1,5 zaal lang, thematisch behandelen. Waarbij die boeken, waar ik je net over had, en er zit ook, dit is al lang weer veel anders geworden, maar waarbij die boeken van Grieks tot en met Middel-Nederlands en dan banieren helemaal vertellen hoe die leer van Galenus in elkaar zit. Daar heb je dat beeldje met die balans, die staan dan daar als echt een soort beginpunt van deze tentoonstelling. En vervolgens gaan we het thematisch in die 2 zalen behandelen. Dus je ziet ook de vaandeldrager, die zit er straks in. Kom de eerste maand, dan kan je de vaandeldrager zien. Maar ik zei tegen Bart Rutte, ik vind het wel leuk als die komt, maar dat moet dan wel echt een onderdeel zijn van de tentoonstelling. En niet helemaal, we hebben ook nog een Rembrandt. Dus ik heb hem helemaal in het verhaal geplaatst. En we hebben heel veel mooie bruiklenen straks uit heel veel Nederlandse en Belgische musea. En op het ene moment sta je voor een Rembrandt en even later sta je voor een Jan Steen. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Dus we hebben dat deel zoeken naar balans. En daar gaan we vooral in verschillende thema's. Dus we hebben bijvoorbeeld het thema zorg, zorgverleners, waarin we ingaan op de hiërarchie die er was, de artsen die echt langdurige studie hadden gedaan, echt een wetenschappelijke universitaire studie. Die waren veel voor de rijkere mensen, maar je had ook de chirurgijns en de barbiers die allerlei medische ingrepen deden. Apothekers. Utrecht is de stad in Nederland waar de oudst bekende apotheker zat. In 1290 hadden we hier al in ieder geval een apotheker. Uit eigen collectie is dit stuk.
We hebben dat ook helemaal weer ingebed vaak met allerlei archeologische vondsten. Om te laten zien dat niet alleen de rijken, maar ook de armen allerlei potjes en salfjes en dingetjes hadden. Zelf ben ik ontzettend blij dat we dit schilderij hebben mogen lenen van het Mauritshuis. De geboorte van Maria is dit schilderij uit 1520, waarin je vroedvrouwen bezig ziet. Je ziet hoe schoon en hoe netjes alles is. Wij hebben in onze collectie ook zo'n lavabo. Die zie je hier mooi hangen met die handdoek en een wasbak. Hoezo? Geen handen wassen in de middeleeuwen. Dat was een soort kraan, hè, waar je dan met twee kanten kon duwen en dan kwam er water uit. En wij hebben er eentje in onze collectie en ik heb er eentje van erfgoed. Omdat dat een aardewerker voor de armere versie. En zie je dus dat soort dingen, de middeleeuwse kranen, laat maar zeggen, waren er ook. En naast al dit soort zorgverleners had je natuurlijk ook nog de kwakzalvers. We krijgen de Ostade uit het Rijks-Frans Hals Museum. En we krijgen een Jan Steen uit het Mauritshuis, de tandentrekker. En daar ben ik ook heel blij mee. En het snijden van de kei. Jan Steen had het natuurlijk helemaal niet op die zorgverleners. Dus die vond het alleen maar allemaal kwakzalvers. En dit schilderij is natuurlijk super kwakzalver, want hij snijdt zogenaamd de kei uit het hoofd van de patiënt die het uitschreeuwt van de pijn. De kei valt in de schaal, terwijl die jongen daarachter een mand vol keien heeft die snel natuurlijk aan die kwakzalver geeft. Jan Steen die neemt zowel hier de chirurg of de chirurgijn als de patiënt op de hak. Maar wat we juist ook in deze tentoonstelling vooral willen doen, is heel veel beelden nuanceren. Want er werd juist, en dat is ook natuurlijk waar Jana Komans op gepromoveerd is, en ik heb andere wetenschappers spreken, Kai Geldner is er iemand ook heel erg mee bezig is geweest. Laatst een symposium in Gent, waar heel veel verschillende historici en archeologen met dit thema bezig zijn. En waar je ook uit deelonderzoeken ziet dat die grootte van die mens enzovoort, die zie je ook op heel veel plekken ook terug, weet je wel, in onderzoeken. Er is in Tongeren een begraafplaats opgegraven van Merovingius tot vroege 19e eeuw, toen het verboden werd om in kerken te begraven. En dan zie je dus ook weer diezelfde lijn qua grootte, zoals we dat in dat grote onderzoek zien. En dat is eigenlijk heel erg interessant. Dus wat we ook in deze tentoonstelling heel erg proberen te doen, is niet alleen maar weer dit soort dingen, die horen er ook bij, van God alles op de hak nemen, maar het ook juist proberen het serieus te nemen. En er was gewoon ook op heel veel vlakken was het veel beter dan wij vaak denken. En dat geldt natuurlijk voor persoonlijke hygiëne, voor het schoonhouden. De Republiek, maar ook de late middeleeuwen stonden we in Holland, in Nederland ook al bekend, juist om ons schrobben, om ons schoonhouden, om de schoonmaakwoede die er was. Buitenlanders schreven er heel erg op. Je ziet het natuurlijk op allerlei manieren ook heel erg in kunst. We krijgen dit schilderij, deze eigen collectie, die rechter komt uit het Rijks, van Pieter de Hoog, waar zo'n moeder zo heel mooi zo'n kindje zit te flooien, laat maar zeggen. Maar dat zien we natuurlijk ook terug in heel veel archeologische vondsten. We hebben tientallen, zo niet honderden van die kammetjes gevonden in Utrecht, die allemaal weer verwijzen naar die persoonlijke zorg, naar die verzorging, naar dat mensen daar juist ontzettend veel mee bezig zijn. En niet dat beeld juist van alleen maar zwarte, stinkende mensen die onder de modder zitten. Dit schilderij komt van het Amsterdam Museum. Ook zo'n prachtig schilderij. En ook weer van ook Pieter de Hoog. Ook weer echt laat zien hoe netjes en spannend het er eigenlijk allemaal uitziet. En zo gaan we eigenlijk door die tentoonstelling heen. We gaan kijken wat heeft religie voor invloed op de gezonde stad. Want die bril van die Galenus, hè, dus kijken naar die zes dingen hoe je invloed kan hebben. Dat is ook een beetje wat Jana Komans betoogt. Dat vind je ook gewoon terug. Niet alleen hoe mensen naar zichzelf met elkaar omgingen. Hoe de zorg naar jou keek, de zorgverleners. Maar dat vind je eigenlijk ook terug hoe je naar die stad keek. Dus hoe ga je met je stad om? En dat hebben we dus in thema's gepakt, waarbij religie natuurlijk weer heel erg belangrijk is. Religie is belangrijk omdat je, als je ziek bent, dan roep je natuurlijk een heilige aan. De katholieken hadden er heel wat. Voor de pest of andere ziektes. Maar het is ook zo dat katholieken ook bezig waren, of het christelijke visie, dat je ook als stad niet allerlei ellende over je heen moest halen door te uitbundig of te goddeloos te leven. Dus er werd ook heel erg gestreefd naar
Matiging, dat is sowieso die Galenus. Als je die leer van Galenus leest, dan is een heel belangrijk ding is bijvoorbeeld niks te veel. Niet te veel eten, niet te veel drinken. Je moet eigenlijk net zoveel eten dat je altijd nog trek overhoudt. Want als je dat is anders niet goed. En dat vind je eigenlijk ook in heel veel manieren hoe ze in de stad met elkaar bezig waren en naar elkaar keken. En religie speelt natuurlijk ook een rol in elkaar helpen. De werken, zeven werken van barmhartigheid. Dit is een prachtig schilderij van Droogsloot, 3,30 meter groot. Heel lang niet op zaal geweest. We hebben het nu helemaal gerestaureerd voor deze tentoonstelling. En hier zitten ook de regenten in van het gasthuis. Het gasthuis stond op Sint-Barbara gasthuis, Laurentius gasthuis, stond op de plek van de winkel van Sinkel nu. En hier zitten dus de regenten, die zijn hier dan als weldoeners afgebeeld. Maar dat hoorde natuurlijk ook bij religie. Armenzorg, elkaar helpen, Maria van Pallas. Uit Gent komt dit schilderij van de Armenkamer in Utrecht, van Droogsloot. Het is van het Museum voor de Schone Kunst in Gent. Maar ook op werken zoals de arme pot van Sint-Jacob die we in de tentoonstelling hebben, is elkaar helpen en elkaar zorgen voor elkaar ook een heel belangrijk thema. Die komen in deze, we hebben een hele aparte muur voor laten bouwen in de tentoonstelling, zodat je ook die arme pot aan allebei de kanten kan kijken. Aan de ene kant zie je de werken van liefdadigheid, aan de andere kant zie je de beloning in de hemel, of als je het niet goed doet, de hel. En dit zelf ben ik ook ontzettend blij mee dat we het Sint-Katharijnen gasthuis, dit is een groot paneel in een trapeziumvorm, ook helemaal hebben gerestaureerd voor deze tentoonstelling. En het staat gelukkig nu een spik en span bij. En is natuurlijk ook een heel bijzonder schilderij. En wat we ook nog hebben in de tentoonstelling is dat we een geurlijn hebben gemaakt, samen met Karel Verbeek, die ook in het Mauritshuis iets heeft gedaan. En een van de schilderijen waar je ook kunt ruiken, hoe rookt dat nou, is deze ziekenzaal, waarbij we dan ook weer het cliché van het zou naar poep en pies en zweet ruiken ook proberen te vermijden. En wat te nuanceren. En dan is natuurlijk voeding heel belangrijk. Kookboeken uit die tijd, maar ook al zo'n boek als Medicine in Dietje gaat al heel erg over voeding. Voeding is superbelangrijk. Het is natuurlijk één van die zes. En het is superbelangrijk met wat eet je, wanneer eet je wat, als je ziek bent, wat moet je dan eten en wie moet dan wat eten en wanneer eet je iets niet en wanneer eet je iets wel. Dat is ongelooflijk genuanceerd en heel ver uitgewerkt. En in dat kader hebben we ook onze vaderdrager straks geplaatst. Want wat zie je vooral gebeuren in de 16e, 17e, 18e eeuw? Dat sociale ongelijkheid extra groot gaat worden. Grotere verschillen gaan worden in arm en rijk. En we hebben uitgezocht wat arm en rijk dan eten in die 17e eeuw. Kijk, en de vaandeldrager was niet bij de armste. Dat zie je gelijk aan zijn mooie kleding. Aan zijn onderkinnetje. Ik weet niet of het nou echt Rembrandt zelf is, maar dan had hij het behoorlijk goed gegeten. En we plaatsen dat naast andere schilderijen. We hebben deze tekening van Van Gogh in eigen collectie, hebben we daar zitten. Maar we doen ook, we hebben uit het Frans Hals Museum de pannenkoekenbakster, die want gekookt werd natuurlijk altijd op een vuur, die vaak eenpansgerechten maakte, armere mensen. En dan het liefst met granen ze aten veel brood, maar pannenkoeken was ook bij uitstek een maaltijd voor de meer armere mensen in de stad. Zullen kinderen niet geloven, maar het is toch zo. We hebben straks natuurlijk een prachtig schilderij van Utewaal, de keukenmeid. En daar hebben we dan ook weer een boek bij van de welervarende Utrechtse keukenmeid uit de UB, waarin je ziet dat het beroep kok sowieso in de 17e eeuw echt een vrouwenberoep is. Maar zo iemand als deze keukenmeid, die speelde echt was een spil in de familie waar ze werkte. En dat zie je ook terug in dat kookboek, waar niet alleen prachtige gerechten staan en weer helemaal uitgelegd wanneer wat en wat is gezond en wanneer niet, maar ook allerlei middeltjes staan als iemand ziek wordt en noem maar op. En ook bij de keukenmeid hebben we een geurlijn gemaakt. Dus ga ruiken, hoe ruikt het bij de keukenmeid? Uit het Rijksmuseum komt dit prachtige schilderijtje. Ik vind het heel mooi, van een moeder met kindjes, wel 18e eeuws, die een hele eenvoudige maaltijd eet. En als je aan die vaandeldrager denkt, zul je misschien wel meer aan dat soort uitbundiger taferelen moeten denken. En waar haalden dan de mensen hun voedsel? Dat is een ander onderwerp waar we mee bezig gaan. Markten en regels.
Dat is natuurlijk de markt was het grote manier waar je eten haalde. Maar ook al in de late middeleeuwen waren er enorm veel regels. Ook alweer om de volksgezondheid voor een deel te beschermen. Je mag geen oude haring voor nieuwe verkopen en noem maar op. Als je daar gaat zoeken in de rekeningen van de stad of in de keurboeken, dan vind je ook al in de 14e eeuw heel veel van dit soort regels, een regelgeving. En dat geldt eigenlijk ook voor de afvoer van vuil en schone straten. Als je in de rekeningen gaat kijken in de 15e eeuw van de schutmeester bijvoorbeeld, dan zie je ook al op heel veel plekken dat er regelmatig vuil wordt afgevoerd. En wat ik zelf, daar staat natuurlijk straks dat beeldje van het Rijksmuseum voor. Maar die schutmeestersrekening heb ik weer uitgeplozen ervoor. En je vindt ook voortdurend dat dan Jantje Huppelepup, die dan weer naar ouder gewoonte elk jaar of twee keer per jaar het vuil ophaalt in het neuden, of dat doet en dat schoonhoudt. En we hadden in Utrecht ook nog slijkburgers die tot ver in de 16e eeuw er waren. Dat waren burgers die dan eigenlijk te arm waren om het burgerschap te kopen of het op een andere manier te krijgen. Maar die konden het verdienen door een deel van de stad schoon te houden. En die vond je bijvoorbeeld bij marktplaatsen, maar ook in de buurt van op andere straten, bij de werf. Sommige bij de delen van de bruggen van de werven. Dus de slijkburgers, en ik heb dat nog uitgezocht toen ik met de ommuurde stad bezig was. En je vindt het zelfs nog aan het einde van de 16e eeuw en het begint ergens in de 15e eeuw. En daarom hebben we straks in een vitrine ook gewoon een kei, want een kei van de Utrechtse Heuvelrug, die heb ik zelf meegenomen uit Doorn, die waren heel belangrijk, want ook die vind je heel veel terug in de rekeningen. Want straten bestraten met keien was heel belangrijk, gewoon om de stad schoon te houden. En op dit prachtige schilderij van Oudwater staat ook niet voor niks natuurlijk een bezem. En dus bestraten, straten schoonhouden hoort ook heel erg bij de stad. En daarom werd hij ook zoveel mogelijk bestraat. En dan het liefst met keien, want er waren nog niet zulke harde klinkers. En als je met karren, maar vooral met sleeën eroverheen ging, dan ging natuurlijk alles aan gort, maar die keien konden er vrij goed tegen. En natuurlijk nog een brandveilige stad, dus ook een gezonde stad. Dus we gaan het ook hebben, en we hebben in de animatie, we hebben meerdere animaties voor deze film, of tentoonstelling gemaakt, in op de stadsbranden vanaf pak een beetje 1000 tot 1431 is eigenlijk de laatste, maar we hebben er nog eentje in 1481, maar dat is meer door de oorlog met Maximiliaan van Oostenrijk. De impact van stadsbranden en alle maatregelen die de stad neemt om dat in te dammen door subsidies op dakpannen, dakleien, daktegels. Soms werden ze zelfs gratis verstrekt. Er waren allerlei regels om te verzorgen dat de stadsbranden werden ingedampt. Was de angst van iedereen. Een huis moest minstens 1 voet, zo'n 3,8 meter breed zijn om er een vuur in te stoken, et cetera, et cetera. En in het zoeken naar die gezonde stad en al die regels en dingen is natuurlijk de voortgang van de wetenschap heel erg belangrijk. En uit het Amsterdam Museum komt straks de schilderij met de anatomische les van Frederik Ruys. En we hebben een tweede druk, de eerste druk wilden ze toch liever niet geven, van de UB, van het beroemde boek van Andreas Vesalius, waar je ineens ziet dat de wetenschap met dit boek onder andere natuurlijk ook enorme stappen maakt. Maar nog steeds, ondanks dat, blijft die leer van Galenus dus nog gelden. Ook al verandert er van alles in onderzoek, wat we ook in die tentoonstelling laten zien. En dan komen we vervolgens in zaal 3. En daar kom je eigenlijk, als je dus die gemiddelde lichaamslengte van de Nederlander of de West-Europeaan volgt, echt in zekere zin in een dieptepunt. En ik vond het eigenlijk wel eens mooi om nou eens niet die donkere middeleeuwen donker te maken, maar eigenlijk gewoon naar die 19e eeuw te zeggen van, eigenlijk gaat het daar helemaal niet zo goed. Die 19e eeuw, en dat merk je ook als je met allerlei wetenschappers praat, die 19e eeuw is eigenlijk misschien wel het dieptepunt als het over gezond stedelijk leven gaat. In onze collectie hebben we een rouwkoets. Ja, je ziet hier even de vormgeving ding, maar we hebben een echte rouwkoets. En die komt op zaal. Die is nog nooit op zaal geweest, dus dat vind ik heel spannend. Volgens mij sinds de jaren 90. En nu komt hij dan op zaal. En we laten dat staat eigenlijk niet alleen voor het dieptepunt, maar het staat eigenlijk ook voor een begin van een nieuw moment. Want die rouwkoets komt er in Utrecht omdat we rond 1825, 1827 wordt het verboden om in
kerken te begraven. Het is toch wel vanuit alle hygiënische redenen inmiddels toch belangrijk om die kerkhoven buiten de stad te doen. En als je zo ver met je lijkkoets moet, of lijkkist moet, dan heb je eigenlijk een koets nodig. Dus die koets staat straks als een soort symbool. Wat we bij de ommuurde stad hadden, we daar dat kanon waar je in keek. Hier staat deze als een soort van heftig symbool voor het uit balans zijn eigenlijk van het stedelijk leven. Maar ook voor een beginpunt. Dat zie je ook in de kunst straks. En dat laten we ook nog uitgebreid zien in een soort van tijdmachine in de vormgever van de tentoonstelling. In de werken, we hebben deze van een particuliere bruikleen, de Pauluspoort. En dan zie je Utrecht, dit is natuurlijk wel vlak voor de Pauluspoort gesloopt wordt. En je ziet hier het Utrecht van rond 1830. Wat ik zelf heel interessant vind, is dat er dan toch weer zo'n ding is wat we nu ook hebben, tegen wildplassers. Hè? Kijk, dat is echt, als je erop blijft letten, dan zijn ze altijd met diezelfde dingen bezig, eigenlijk. Maar de 19e eeuw is natuurlijk ook een periode waarin Utrecht langzamerhand begint te groeien. Roos van Oosten heeft een heel mooi proefschrift geschreven over de stad en het vuil. En met name ook over beerputten en dat soort dingen. En zij heeft Utrecht helaas niet in haar onderzoek meegenomen, maar wel een paar binnenlandse steden, Den Bosch en Deventer en dan een aantal steden meer in Holland. En eigenlijk concludeert zij in haar proefschrift dat zeker in die late middeleeuwen aanvankelijk zijn, eigenlijk, is het eigenlijk ook best goed geregeld met beerputten en afvoeren van al die menselijke uitwerpselen. Het werd ook weer als mest gebruikt. Maar in de 19e eeuw, of eigenlijk begint het al eerder, in de 16e, 17e eeuw, zeker in steden als Amsterdam die enorm snel groeien, dan krijg je daar dat steeds minder mensen eigenaar zijn van een huis. Je krijgt huisjesmelkers, die willen goedkoper bouwen. De stad heeft ook veel huizen nodig voor al die mensen die er komen. En dan zie je eigenlijk dat er steeds minder aandacht en geld wordt uitgegeven aan een goede afvoer van bijvoorbeeld dit soort dingen als fecaliën en dat soort dingen. En ook in Utrecht, als de stad begint te groeien en dan een enorm sociale ongelijkheid is enorm groot geworden inmiddels. Je hebt arme wijken, je hebt rijkere wijken. En met name in die arme wijken zijn dan ook vooral dit soort omstandigheden dat meerdere gezinnen, grote gezinnen, vaak maar één of twee of drie buitenplaatsen hebben. En die beerputten die zijn inmiddels lopen die soms over en dat komt in het grondwater en dan gaat het nog verder weer mis. En in 1832 komt er een totaal nieuwe ziekte. Ook toen hadden we nu ook met cholera. En dat blijkt uit de cijfers. Wetenschappers of zover. Ze gaan ook steeds beter bijhouden wat en waar. Vanaf 1866 is het zelfs wettelijk verplicht om alles bij te houden. En ze ontdekken dat het toch vooral de arme wijken zijn waar die cholera toeslaat. En dan weten ze rond 1883 ook nog te ontdekken dat het om de cholera-bacterie gaat. En zo komt er langzamerhand ook mede door de wetenschap, maar vooral ook door de samenwerking van het stadsbestuur, de burgers en de wetenschap, een besef dat die stad anders georganiseerd moet worden. En dan is bijvoorbeeld waterleiding. En Utrecht is er heel laat mee, riolering. Dit is zelfs al in jaren 50, jaren 60, dat we pas echt op alle plekken riolering in de stad krijgen. Maar die zijn essentieel om de stad gezonder en te verbeteren. En we hebben straks een soort tijdmachine waarin we dit uitleggen. En vanaf 1880 zie je de gemiddelde levensverwachting bij geboorte eindelijk omhoog gaan. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb met allerlei mensen gesproken. Eigenlijk weten we ook niet precies hoe dat dan in die 14e, 15e eeuw zat. Uit het onderzoek van de skeletten blijkt dat mensen relatief gezond zijn vergeleken met die 19e eeuw. Of 18e eeuw. Maar we hebben eigenlijk het is eigenlijk echt heel veel gokwerk bij als je die cijfers zijn niet hard te maken van om welke percentages het gaat het nou. Bijvoorbeeld als je het over de kindersterfte hebt, dan weten we in de 18e en 19e eeuw dat die heel hoog was en dat in sommige periodes 1 op de 3 kinderen een eerste levensjaar niet halen. Ik heb met wetenschappers gesproken die daarmee bezig zijn. En zeggen, ja, maar hoe weten we dat nou van die 14e en 15e eeuw? Iedereen zegt, het is altijd hoog. Maar is dat dan ook 1 op de 3? Of is dat, ik bedoel, het is veel hoger dan nu, vele malen hoger dan nu. Maar eigenlijk hebben we niet goed cijfermateriaal waardoor je dat echt serieus kan zeggen. En misschien was het dus wel veel beter dan we denken, maar we weten het eigenlijk niet zo goed. In een soort van tijdmachine gaan we straks uitleggen wat er tussen 1830 of 1850 is het geworden tot nu is gebeurd.
Medische historici noemen dat de epidemiologische transitie. En die kun je dan eigenlijk onderverdelen in eerst het vechten tegen het vuil. Dus die stad moet schoner in de 19e eeuw. Waar interessante dingen worden gezegd. Dat is niet spuwen en wat we met corona ook weer meemaakten. Mensen moesten leren anders met elkaar om te gaan. Anders met elkaar in de openbare ruimte met elkaar omgaan. Je krijgt een periode van 1900, 1960. Waar mensen vooral bezig zijn... Of artsen, maar ook weer die samenwerking van die drie partijen, waarbij het vooral gaat om terugdringen van die infectieziekte. TBC is natuurlijk een heel grote volksziekte in die tijd. En uiteindelijk komen we via die tijdmachine, waarin we ook nog de welvaartsziektes enzovoort behandelen, terecht in het heden en in het nu. En dan zijn we in de tentoonstelling inmiddels in de laatste zaal, die zijn ze nu aan het schilderen. En in die zaal gaat het over... een nieuw evenwicht, oftewel naar een nieuw evenwicht. Zijn we eigenlijk nu dan wel in balans? Ik bedoel, er is eigenlijk ook nog een boel wat we niet misschien erg goed doen. Al hebben we op dit moment een levensverwachting van rond de 80. En die zaal, daar hebben we uit onze collectie iets van 40, 45 portretten Utrechters gehaald. Die we op de muren hebben en die we op de muren gaan hangen. Van late middeleeuwen tot en met nu. Allemaal Utrechters die op een of andere manier bezig zijn geweest met hun eigen gezondheid. Met de gezondheid in de stad. Die stad hebben gemaakt waar wij nu zo trots 900 jaar Utrecht gaan vieren. En we hebben allerlei Utrechters gevraagd en gefilmd. Met de vraag van wat moeten we eigenlijk nu doen? Zij hebben de stad voor ons gebouwd. Ze hebben met allerlei problemen geworsteld. Wij zijn nu aan set. Wat moeten we nu eigenlijk doen? En dan hebben we vier films straks van persoonlijk naar stad, naar land, naar mondiaal. En we hebben 14 Utrechters gevraagd van allerlei verschillende soorten en plekken en leeftijden. Van wat moeten we nou eigenlijk doen om die stad gezond te maken? Wat moeten we nou doen als we straks 1000 jaar Utrecht vieren? En hoe zorgen wij ervoor dat we zo'n gezond mogelijke en leefbare stad dan hebben doorgegeven? En dat mogen alle bezoekers ook zelf bedenken. We hebben onder andere de burgemeester gevraagd, maar een student, iemand uit Kanaleiland die heel erg bezig is met ouderenzorg. En zo heel veel verschillende mensen. Maar de bezoekers mogen, hopelijk geïnspireerd door deze mensen, ook zelf op gaan schrijven in deze boeken wat zij vinden dat we moeten doen voor de gezonde stad. En die boeken hebben we afgesproken met de conservatoren, nemen we op in de museumcollectie. Dus het worden echte museumstukken. En daardoor kunnen we over 100 jaar ze nog gaan raadplegen. Ik ben heel benieuwd wat erin komt te staan. En see you in 2021, zou ik zeggen. Ik ben er niet meer, jullie waarschijnlijk ook niet. Maar dan kunnen ze wel lezen wat we met z'n allen hebben bedacht. Hoe de gezonde stad eruit moet zien. We hebben ook nog heel veel randprogrammering. We hebben nog een debatavond in Tivoli-Vredenburg op maandag 13 juni. Waarin we vooral ook ingaan op de gelijke stad. Hè. Je ziet dus dat vooral als er een ongelijke samenleving is, dat gezondheid in ieder geval niet beter op wordt. De gemiddelde gezondheid. We gaan het hebben over de circulaire stad. Omdat in de middeleeuwen, als je kijkt naar het bouwbedrijf bijvoorbeeld van de Dom, maar ook bij de ommuurde stad, zie je enorm vanzelfsprekend hergebruik. Dingen die we ook voor een deel verleerd zijn. We gaan nog lezingen doen, er is ontzettend veel te doen. Ik hoop dat het een van de onderdelen is van 900 jaar stad, die we met elkaar gaan doen in de stad. En dat het een heel bruisend verjaardagsfeest gaat worden. Ook al zitten er af en toe wat kritische vragen en noten aan. Dank u wel. Ja, dankjewel René voor je mooie verhaal. En ik heb eigenlijk gelijk een vraag voor jou. Volgens jou, hoe zit dat dan? Hoe blijven we in balans? Heb je daar zelf een antwoord op gegeven in de tentoonstelling? Of, Nee, ik ben lekker buiten. Ik heb allerlei mensen gevraagd. Ja,
Ik denk sowieso, dat laten we in de tentoonstelling, die heb ik nu maar even voor de vreugde eruit gehaald, maar we laten ook achter in de tentoonstelling zien wat de consequenties, heb ik hem nog achter zitten? Nee, ik heb hem weer gehaald. Wat de consequenties zijn als we niks doen voor wat betreft het klimaat. In de tentoonstelling hebben we de hele tijd het profiel, het veranderende profiel van Utrecht op 4 meter hoogte, dat is niet voor niks 4 meter, want als we niks doen, komt het water minstens 4 meter omhoog. Dus het is een soort waarschuwing. Dus ik denk dat we met elkaar sowieso daarin zou moeten doen. Dus persoonlijk vind ik dat ik daar echt wel iets mee doen. Wat ik zelf ook heel mooi vond van heel veel mensen die we het hebben gevraagd, maar dan ga ik je een beetje bij je vragen om natuurlijk, want dan zeg ik toch weer iets van anderen, is dat heel veel mensen zeggen van ja, je moet ook echt die gelijkheid zoeken. We moeten gelijke kansen. Het is heel makkelijk om te zeggen, mensen, we moeten allemaal bezig zijn met het klimaat als mensen eigenlijk nog niet in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. Dus ik denk dat dat ook wel essentieel is. En het gaat natuurlijk dan van klein naar groot. Dus het is wel wat te doen. Ik heb weer bij deze tentoonstelling, had ik bij de Ommuurde Stad ook wel weer, ben zo anders weer naar het verleden gaan kijken. En ik vind eigenlijk dat we het zelf helemaal niet zo goed doen als we soms wel denken. Want we teren zo enorm in op alles om ons heen. En dat is trouwens, dat doen we wel in die tentoonstelling. We kijken op een gegeven moment weer terug naar Galenus, die eigenlijk heel holistisch was, als je het zo mag zeggen. Hè? Want alles, van de planeten tot en met de muziek, tot het eten, alles bepaalt je gezondheid. En als je naar nieuwe visies, want je moet op een gegeven moment die bal natuurlijk weer rondmaken in de tentoonstelling, als je naar nieuwe visies kijkt, dus One Health of Positive Health, maar vooral One Health, dat is een belangrijke nieuwe visie, dan zie je ook weer dat we alles weer gelijker, maar het is ook holistischer. We kunnen niet als mensen de plek blijven innemen zoals we die nu doen. We moeten veel meer rekening houden met dieren, met de natuur, met alles eromheen. Dus ik denk, dat is voor mij wel heel belangrijk als we het hebben, als we het 2021-2022 willen halen op een goede manier, zullen we dat toch moeten doen. Dankjewel. En ik ben benieuwd of er iemand in de zaal ook nog een vraag heeft voor René. Mag u uw hand even opsteken? Is iedereen helemaal... Gaat iedereen gezond weer weg? Eentje, ja. Ja. Nee. Ja, kunnen we een mooi boek tegemoet zien? Helaas, nee. We wilden nog een magazine maken, maar we... Door die corona en alles was zo dingen opgeschoven. We moesten onder zo'n tijdsdruk dingen maken. En 2 juni konden we helaas niet verschuiven. Dus het is helaas niet gelukt. Nee, nee. Helaas, geen boek. Er komt nog wel een artikel in Oud-Utrecht, dat ga ik nog schrijven. Trouwens. In het tijdschrift? In het jaarboek, een uitgebreid artikel, ja. Ja. Oh, je houdt hem vast, dat is goed. Ik zit zelf in de zorg, sociale geneeskunde. Ja. En als ik het verhaal hoor, dan krijg ik de conclusie dat het een typisch verhaal is van grootstedelijke ontwikkelingen, wat we ook zeg maar, in West-Europa in het algemeen hebben gezien. Of zijn er hele specifieke, behalve wat laat met drinkwater en riolering, die Utrecht onderscheidt van bijvoorbeeld Amsterdam, Londen, Parijs? Nou, Utrecht is in die zin anders is dat we inderdaad op... Kijk, we zijn aan de ene kant heel vroeg, hè? 1122 zijn we al heel groot eigenlijk. En dus je ziet dat we in die middeleeuwse stad zijn we eigenlijk heel snel en heel voortvarend. Maar na de tweede helft van de 16e eeuw gaat de vaart er een beetje uit. Dus na 1550 blijven we heel lang rond de 30.000 inwoners. En dat gaat pas rond 1830, 1840, 1850 verandert dat. Dat is totaal anders dan de meeste andere grootsteden. Qua gezondheid. Ja, dus qua gezondheid is het denk ik... Ja, dat is ontzettend... Het probleem is dat we in Utrecht nog niet zo ver hebben dat skeletonderzoek bijvoorbeeld hebben uitgewerkt, waardoor je daar verschillen in zou kunnen zien. Want dan moet je echt heel groot synthetiserend onderzoek doen. Dus dat is echt moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het wel enigszins elkaar zal opvolgen. Maar je moet wel rekening houden dat er enorm veel regionale verschillen zijn. Dus als je bijvoorbeeld naar de kindersterfte kijkt in de 19e eeuw, is daar onderzoek naar gedaan, midden 19e eeuw, dan is een kind in de armste groepen in Friesland beter af dan in de rijkste groepen in Utrecht of Zeeland. En als je naar Amsterdam in die periode kijkt, dan ben je als Joods kindje in een arm Joods gezin ben je beter af dan in een protestant-christelijk gezin,
Omdat blijkbaar door de levensstijl, door lange borstvoeding geven, allemaal dat soort dingen zijn enorm veel verschillen. Dus je moet wel een beetje, variaties zijn er wel. Maar ik denk dat Utrecht wel grofweg in diezelfde lijn past. Ja. Kom, we gaan weer in beeld staan, René. Sorry, ik wou wel een sneakje eruit. Nee, als er verder geen vraag... Willemijn, laatste vraag. Nou, die humorenleer, dat is natuurlijk niet van de een op het andere moment, hè, dat het verdwijnt. Die Vesalius is natuurlijk bijvoorbeeld heel belangrijk, omdat hij hier met zijn, eigenlijk met zijn leer al heel erg laat zien dat het mens wat anders in elkaar steekt dan Galenus dacht, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld de miasmatheorie, dus is heel belangrijk dat eigenlijk alle ziektes zich via de lucht verspreiden. Dat is een theorie die je nog tot ver in de 19e eeuw ziet. Bijvoorbeeld bij het uitbreken van de cholera worden er in Utrecht, Pieter het Hart heeft er heel mooi over geschreven, van die karretjes door de straten die de lucht moeten zuiveren enzovoort. Dus echt dat het verdwenen is, ik heb met verschillende mensen over gesproken, dan kun je zeggen 1850, 1860, als het al helemaal verdwijnt, maar het verdwijnt geleidelijk. Maar het is nog niet zo dat met Vesalius bijvoorbeeld dat het dan zo helder is dat het in één keer stopt of zo. Dus het gaat echt tot ver in die 19e eeuw door. Ja, dat zijn allemaal dingetjes die natuurlijk bij elkaar een rol gaan spelen. Bacteriën worden ontdekt, maar er zijn allerlei stadia. Je hebt het bloedsomloop wordt op een gegeven moment in de 17e eeuw ontdekt en je krijgt dat... Van Leeuwenhoek met zijn microscopen van alles gaat ontdekken. Dus het beeld wordt steeds genuanceerder. Het gaat steeds meer wankelen. Maar eigenlijk kun je wel grofweg zeggen dat het tot 1800, 1850 zelfs... had ik het met Bram van der Hoven van Gender nog over. Die zou het liever nog wat verder opschuiven. Maar in de tentoonstelling hebben we het zo rond 1800 nu gedaan. Oké, nou René, ontzettend bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Inderdaad, applaus. Dank je wel. Maar ook wel tot die gemiddelde lichaamslengte. Ik krijg vaak te horen van mensen, die mensen in de middeleeuwen waren zo klein. Nee, dat is dus vanaf nu kun je dat... Al is ontkracht. Ja. Dat is heel mooi. En ik wil je dus ontzettend bedanken voor jouw komst. Graag gedaan. En ik denk dat iedereen van ons ook vanaf 2 juni naar jouw tentoonstelling gaat kijken. En kijk, normaal hebben we altijd een boekenbon en een domtoren, maar daar kan ik bij jou niet meer mee aankomen. Oké, hoeveel domkaars heb je al niet al? 30 wel veel. Ja. En ze trekken krom in de zon. We kunnen jou misschien ook... Bakvormen heb ik ook, in de domtorenvorm. Bijvoorbeeld. Ja, van alles eigenlijk. Maar dus we dachten, misschien is het ook wel leuk om... Ik geloof bloemen, dat geeft ook gezondheid, hè? Ja, zeker. Ja, dus dankjewel. Dat we jou in plaats daarvan een bloemetje geven. Met dank ook aan Bertie, dankjewel. Ja, dankjewel. 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 Dank jullie wel voor jullie komst. En we zien jullie graag deze maand nog terug bij de lezing van Otto Nelemans, 25 mei of... 10 juni bij het volgende Historisch Café. Fijn weekend allemaal.